Met gelaten verder, waar ik de laatste keer gebleven ben, dat weet jullie waarschijnlijk ook niet meer. Maar op zich, het onderwerp is de vrijheid die wij als gelovigen in Christus hebben. Een vrijheid die veel mensen niet begrijpen. Van nature wil ieder mens vrij zijn, maar op het geestelijk gebied, dan heeft men toch wel op een of andere manier moeite mee. De mens zit nou helemaal in de natuur gebakken, dat men wil gewoon wat doen voor God. Men wil gewoon eigenlijk toch kunnen verdienen. Zodat de eer ook, dat ook een beetje van de eer krijgt. Maar nee, bij God is het zo, het kan niet. En we gaan met Galaten 5, vers 7 beginnen. En voordat ik begin wil ik even in gebed beginnen. Ja, Vader in de hemel, ik wil u danken voor deze dag van genade. We danken u voor uw woord, Vader, en deze brief die de apostel Paulus in de Galaten geschreven heeft, Vader. Het is een brief waarin hij toch aan mensen schrijft die de waarheid qua leer hebben verlaten. En daar wordt hij ook verdrietig, maar ook boos over. Vader, het is ook een brief voor ons, ook in deze tijd juist. Veel mensen die onder de wet willen leven. Die ook niet anders horen, Vader. En die in de angst en in de slavernij zitten. Vader, we danken u voor deze rijkdom van genade. En dat deze brief ook veel waarheden ook voor ons bevat in ons dagelijks leven. Vader, geef ons licht op het woord. En zodat we ook begrijpen wat er staat. En dat we er ook door verblijd en bemoedigd en bekrachtigd worden. Niet alleen voor vandaag, maar ook de gehele week. Dus ik vraag en dank in de naam van onze Heer en Heilige Jezus Christus. Amen. Nou, hij begint mooi in vers 7. En wie kent dat niet? Ja? Gij liept wel, zegt hij, Galaten 5 vers 7. Wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Het begin was zo goed, ja. Men komt tot geloof. Men leert de Heer Jezus kennen, ja. En ja, het is, voor mij was het altijd een soort tweede verliefdheid in mijn leven, ja. Dat je de Heer leert kennen. En dan ben je helemaal vol ervan. En het is fantastisch. En dan, ja, boven alles leer je ook nog eens een keer de boodschap van het evangelie van de genade Gods kennen. De bedenkte genade. Paulus onze apostel. En dan is het alsof je weer opnieuw begint. En dan gaan het ene gordijn naar het andere gordijn wordt opengeschoven. En dan, je gaat de Bijbel begrijpen. Je dacht dat je hem begreep. Maar veel dingen die zijn in tegenspraak met elkaar. En opeens hoor je deze boodschap. En dan valt alles op zijn plaats. En dat is gewoon fantastisch. He, dus het begin is gewoon geweldig. He, en dat loopt als een trein. Op een gegeven moment, ja, dan begint het een beetje te sputteren hier en daar. Want je krijgt natuurlijk ook verzet. En dat weten we allemaal uit onze eigen ervaring. Ook, ik denk, wie heeft in de familie geen probleem op dit punt? Ik denk, bijna iedereen. Ja, he, dus wat dat betreft, dat hoort erbij. Dus, maar Paulus spreekt over, wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? He? En gij liept wel. Ja, waar loop je? Paulus vergelijkt ook dat wij in de loopbaan lopen. He? Dus in Handelingen zegt hij ook, laten we daar maar even gaan kijken, Handelingen 20 vers 24. Dan heeft hij het over zijn loop, dan kijkt hij terug en hij kijkt vooruit. Handelingen 20 vers 24. Ook een mooie tekst waarin duidelijk staat dat hij zijn bediening eigenlijk op het moment dat hij tot bekering kwam, opgedragen heeft gekregen van de Heer Jezus. Sommige mensen weten, die zeggen, nee, dat is later of het is ervoor, dit en dat. Nee, kijk maar duidelijk, Handelingen 20 vers 24. Ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop, ja, met blijdschap mag volbrengen. En de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. De dienst die heeft hij gekregen van de Heer Jezus op het moment dat hij bekeerd was op de weg naar Damascus. En dat noemt hij kijkt terug, mijn loop wil ik met blijdschap volbrengen. Dus we hebben allemaal, net zoals Paulus, we hebben ook een loop. De gelaten, gij liept wel. De loop begint op het moment dat je de Heer Jezus Christus hebt aangenomen als je verlosser. Op dat moment heb ik niet zelf voor gekozen, God heeft gewoon gezegd, nu sta jij in die loopbaan. En je zit nu in de race. Ja, en je loopt of mee. Ja, of je loopt niet mee. Of je loopt de verkeerde kant op. En dat is in feite met de gelaten gebeurd. Want wanneer loop je nou wel, zoals Paulus zegt,
Wat zegt hij aan het eind van zijn leven? Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop behouden. De loop die begonnen is, die is het lezen hier. En ik heb het... Nee, hoe zeg ik nou? Dan moet ik even naar Timotheus. Want ik dacht uit mijn hoofd te citeren, maar dat lukt me niet. Het is eigenlijk een hele bekende tekst. Ja. Mensen die hebben dat op een grafsteen staan. Ja, maar die hebben het over de strijd om in het geloof te blijven en om behouden te blijven. Maar Paulus spreekt daar helemaal niet over. Omdat wij weten natuurlijk dat wie in Christus is, is een nieuw schepsel. En we zijn uitverkoren van voor de grondlegging in de wereld. Dus dat staat al helemaal vast. Je zit in het lichaam van Christus. En daar blijf je in. En Paulus heeft het over zijn strijd. 2 Timotheus 4 vers 6. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Dat was het, ja. Ja, hij weet, ik ga sterven. Dus mijn loop in het begin, toen ik de Heer heb aangenomen en toen hij in de dienst gezet werd, en dat geldt voor ons ook, is nu aan het eind van zijn leven, is geëindigd. En wat is dat dan? Ik heb het geloof behouden. En dat is de loop die wij hebben te lopen. Hij heeft het geloof behouden, vastgehouden. En welk geloof? Het geloof wat hij in feite in zijn brieven heeft opgeschreven. Dus je kan zeggen, al zijn brieven. En vanuit dat licht lezen wij natuurlijk de hele Bijbel. Want Paulus haalt ook veel uit het Oude Testament aan. De dingen van Israël zijn ons tot voorbeeld geschreven. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Tuurlijk, hoe moet je anders weten hoe die aan het kruis gestorven is, ja? Dat lezen we ook, ja? Alleen voor voor ons dagelijks leven. Hoe gaan we ermee om? En wat geldt dan precies hoe in mijn dagelijks leven? Dan gaan we naar Paulus doen. Die zegt van wat je ermee moet doen. Nou, hij heeft het geloof behouden. Dus de boodschap die hij heeft opgedragen, die heeft hij bewaard, beschermd. Ja? Net zoals een grote schat of geld, dat zetten we ook op de bank. Daar worden beschermd, worden bewaard. En zo hebben we ook een, hij noemt het ook wel het kostbare pand, ja? Het pand, we hebben iets kostbaars. En dat is deze boodschap. En daar moeten we zuinig mee omgaan. Daar moeten we voor staan. Dat moeten we beschermen. En dat heeft Paulus gedaan. En dat noemt hij zijn, ik heb mijn loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Dus gaan we mee terug naar Galaten. En dat is de loop die Paulus liep en die wij hebben te lopen en die de Galaten ook hoorden te lopen. Ja? Hij zegt daar, gij liept wel, jullie hebben ook zo gelopen. Maar er komen mensen met andere leringen, dwaalleraars, ja, en die beginnen een beetje aan die boodschap te knagen. Het hoeft echt niet snel te zijn. Maar daar komen we zo toch op. Op vers 8 zegt hij ook, dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Ja, er zijn andere boodschappers die ook met het evangelie rondlopen. Wij zijn niet de enigen die de Bijbel bij ons hebben. Er zijn heel veel bijbelgetrouwe mensen, voorgangers, broeders en zusters, die allemaal een Bijbel hebben. Die ook met de Bijbel verkondigen. Ja? Paulus zegt alleen dat, wie heeft u verhinderd? Die mensen die dus met de wet bij hun kwamen, die zeggen, jullie moeten besneden worden. In ons geval, bij ons geldt dat dan niet. Dan kan je, noem maar op, dan maar gedoopt worden. Dat is natuurlijk een heel erg belangrijk iets hier. Je moet gedoopt zijn. Of je moet dit. Of je moet vergeving vragen. Je moet dit. Je moet allerlei dingen. Dat gevoelen, de mensen die dat zeggen, dat gevoelen, die overreding, dat gevoelen, dat denken, dat is niet uit God die u roept. Ja, want de gedaante, de uiterlijke verschijning, is alsof het uit God is, ja? Mensen die de genadeboodschap een beetje verdraaien, maar dat kan ook een hele mooie boodschap zijn. Maar hoe noemt Paulus dat in Galaten 1 vers 6? Een ander evangelie. Ja? En dan zegt hij ook, wie dat verkondigt, die zij vervloekt. Ja? Daar zal je geen zegening van plukken in je dagelijks leven. Dat kan gewoon niet. Je kan niet de wet en genade door elkaar halen en in je dagelijks leven toepassen. Ja, we willen allemaal natuurlijk graag in vrede leven. En als ik dan zie hoe wij leven in Nederland. Ja, dan kun je een mopper ook hoor. Is in Nederland dit, in Nederland dat. Dus dan wees maar blij dat je in Nederland woont. Er is een heleboel op aan te merken. En dat weet ik ook wel. Maar wij kunnen nog wel hier zo in vrijheid in deze zaal zitten.
Zonder dat hier de ramen ingegooid worden of weet ik veel. He? We kunnen ook nog gaan evangeliseren. In Sassenheim of in Leiden gaan we binnenkort ook weer in Leiden gaan we weer evangeliseren. En oké, dat kan allemaal nog. Ik word nog niet gelijk neergeschoten. Ja? Maar er zijn landen waar dat wel gebeurt. Dus wat dat betreft leven wij in die zin in een vrij land. Dus de gevoelen is niet uit hem die u roept. Dus Paulus zegt, er zijn mensen die verkondigen een ander evangelie. En meestal, het komt bijna altijd op neer, terug naar het koninkrijkse evangelie. En dat gevoelen, ja, is niet uit God. Het zijn mensen van God, ja. Maar toch, het is niet God die spreekt. Het is jammer. Ja, ik spreek. Die spreekt ook God niet, maar we spreken vanuit de brieven van Paulus, ja? En we spreken de woorden, we leggen ze uit. Als je even mee gaat naar 2 Korinthe 3, 13 vers 3. Zoek je een bewijs hoe God spreekt? Nou, kijk maar in 2 Korinthe 13 vers 3. De Korinthe, zijn eigen bekeerlingen, ja, die waren ook achter zijn rug een beetje Paulus het onderzoeken. Is dat nou wel? Ja? Hij kan wel zoveel zeggen. In het begin zijn ze tot geloof gekomen door hem. En die zijn ook begin hebben ze goed gelopen, ja. En nu een tijdje verder is Paulus, die moeten ze eigenlijk niet meer. Ze hebben eigenlijk liever dat hij wegblijft, ja. Geef mij Petrus maar, of geef mij Apollos maar, of geef mij die maar, ja. Nee, Paulus zegt, terwijl gij zoekt een proeven van Christus die in mij spreekt. Een bewijs van Christus, en wat zegt hij? Die in mij spreekt. Dus wat zeggen we daarmee? Het gevoelen, wanneer hebben we het over het gevoelen, het denken van God, ja? Dat is als we spreken naar de brieven van Paulus. Want het is Christus die in Paulus sprak tot het lichaam van Christus. En dat zijn wij nu. Ja? En dat is de wijs. Dus mensen die de boodschap van genade willen verdraaien. En of zeggen, ja, het is Paulus, maar het is ook dit en dat, alles erbij. Dat klopt niet meer. Dat is niet het gevoelen uit hem. Het is niet het gevoelen van God. En al mag de gedaante van godzaligheid ervan afstralen. Al mogen het hele mooie verhalen zijn. En allemaal heel erg bijbels. Het probleem is namelijk niet of ze de mensen niet schriftuurlijk zijn. Iedereen die de Bijbel citeert is schriftuurlijk, is bijbels. Het probleem is, ja, in het Engels zeggen ze, is het dispensational. Ja? Dat is het punt. Of het in overeenstemming met de bedeling is, op het Nederlands gezegd. Daar gaat het om. Iedereen die citeert, spreekt volgens de Bijbel. Het gaat erom, spreek je vanuit de bedeling. Daar gaat het om. Ja, en dan gaan natuurlijk de wegen uiteen. Oké, dus we gaan terug naar Galaten 5. En wat zegt hij dan, het resultaat? Een weinig zuurdeesem verzuurt het hele deeg. Ja, en daar begint het mee. Hij zegt, zuurdeesem, nee, hij zegt, een weinig. Je hebt maar heel weinig nodig om het hele deeg te verzuren, ja. Nou, en weinig zuurdeesem, want dat heb je natuurlijk ook in feite met de zonde. Zonde is gewoon gruwel voor God. God kan geen zonde zien, ook niet door de vingers zien. Want wat heeft Adam nou helemaal gedaan? Weet jullie dat? Wat heeft Eva gedaan? Wat heeft ze gedaan? In de Hof van Eden gezonde? Wat was het voor zonde? Hoe? Ja, ze heeft gewoon. Ze heeft wat gepakt, hè? Toch? Geplukt? Wat plukte ze? Nee, dat staat er niet. Ze plukte een vrucht. Er staat niet dat het een appel of een peer was. Misschien was het wel een perzik. Ik weet het niet. Ja? Maar ze plukte een vrucht. En God heeft gezegd, je mag van die boom niet eten. Dat was alles. Ik zeg tegen mijn kinderen ook altijd. Nou ja, zeg, er zijn toch wel ergere zonden. Als een zo'n, klaar. Nee, het gaat erom, het is zonde, het is tegen God, het is ongehoorzaamheid aan God. Dus dat is ook heel klein. Ja? En dat is met ons ook. Een weinig zuurdeesem
verzuurt het hele deeg. Dus een klein beetje. Nou, wat nou, we weten toch wel van, nou ja, joh, de boodschap ontschrijf ik helemaal. Maar goed, die doop, wil je wel dopen, is goed, wil je het niet, zo goed. Ja? Prima, niks aan de hand. Ja? Het is maar een heel klein beetje. Niemand die toch weet, geef het nou. Of ik kan ook mensen zeggen, nou ja, ik kan helemaal zeggen, Jan, maar ik vraag toch s'avonds vergeving, voor de zekerheid. Toch voor de zekerheid. Voor deze hele boodschap is mooi, maar ja, voor mijn eigen gevoel. Ja? En zo kun je nog heel veel dingen doen, waarvan je denkt, voor mijn eigen rechtvaardigheid ten opzichte van God, moet ik toch nog een klein beetje ietsje eraan doen. Nou, dat is nou net een klein beetje zuur deze. Ja? En daardoor, zo doortrekt dat het geheel, want het begint met dit, en het wordt, ja, steeds meer, en je hebt geen eenheid meer. De eenheid in de geest. Uit Efeze 4. Eén Heer, één geloof, één doop. Hoe praat je dan met elkaar? Enzovoort. Dus je ziet, men denkt soms dat het een klein beetje is, maar Paulus zegt, nee, ik heb het geloof gehouden. Ik houd vast, dus zegt, nee, doop, wij verkondigen de hele raad van Gods. Zegt heel duidelijk in tegen de Efeze, ja? Tegen de ouderlingen. Ik heb niets achtergehouden, ik heb de hele raad van Gods verkondigd. Dus of nou een zaal vol is, maar ik zeg, ik verkondig de doop, en het slinkt gelijk met 10 mensen, nou, dan 10. Maar ik sta voor de waarheid. Daar draait het om. Dus we hebben ook weer een bemoediging. Want Paula, mijn vrouw, die heeft, had Jeanette aan de lijn vrijdagmiddag. En die had die mevrouw uit Vorden weer aan de lijn gehad. Daar is contact mee en die geeft bijbelstudies. Jullie kennen het verhaal waarschijnlijk wel, hè, of niet? Helemaal niet. Nee? Ja? Nou, die ziet de boodschap helemaal. Ze is ook ik dacht dat ze in een rolstoel zat. En die geeft bijbelstudies aan vrouwen en jongeren. Nou, echt heel bemoedigend. En die ziet het helemaal. Dus ze had al gezegd, nou, ik zie op die teller op de Bijbelsite, zie ik wel elke keer zoveel 100 mensen erbij. Zegt ze, maar ja, misschien ben ik dat wel. Zo vaak zit ik op die site. Ja, elke keer weer kijken. Elke keer gaat die teller natuurlijk. Hè? Dus ze is er helemaal vol van. Nou, dat is natuurlijk geweldig. En nu heeft ze besloten, ze geeft een Bijbelstudie aan vrouwen, een hele club. Van de week ga ik het vertellen. Nou, daar heb je helemaal slapeloze nachten van. Ja, je voelt het natuurlijk al aan. Nu gaat het komen. Ja? En dat is dan, ze hebben de keus gemaakt. Ja, en daar draait het om. Je maakt de keus, net als Paulus. Ik wil de loop beëindigen, het geloof behalen. Dus ik sta voor de waarheid. Dus ja, ik zei ook tegen Paulus, ja, ik hoop dat die zaal blijft. Het zou een wonder zijn. Hè? Bij God is alles mogelijk. Maar het kan zijn dat die Bijbelstudieclub nou, ja, aan elkaar bevalt. Maar goed, de eenheid van de geest, daar heb je zo oneindig veel meer aan. Met een paar, al is maar met één. Als met een zaal van 20 mensen. En je hebt geen eenheid van de geest. Ja? Dus daarom een weinig zuur deze verzuurt het hele deeg. Dat heeft alles te maken met het staan voor de waarheid. En natuurlijk, we moeten de waarheid in liefde verkondigen, zegt Paulus. Natuurlijk. De waarheid betrachtende in liefde. Maar waarheid staat nummer 1. Maar we moeten het in liefde doen. Maar nooit ten koste van de waarheid. Want ik zeg wel zo, ja, als jij de waarheid niet helemaal vertelt, dan onthoud je de liefde van de mensen. Want wat is er nog een grotere goed dan te weten dat je geen slaaf bent meer van de zonde, maar nu een dienstknecht van Christus en geheel vrij door de doop in zijn dood. Iets grotere, kostbare goed van je geloof zit hem toch daarin. Dus dat mogen wij niemand onthouden. Oké, we gaan verder. Vers 10. Ik vertrouw van u dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert zal het oordeel dragen wie jij ook zij. Ja, dat is menselijk gesproken zoals ik het nu zei. Want ik sloeg al wat over, ja? Het zou echt iets voor de nieuwe vertalers zijn, om dat nou gewoon lekker weg te laten. In de Heere. Ik vertrouw van u in de Heere. Dat gij niet anders zult gevoelen. Dat als je dat leest, denk ik, het is een beetje merkwaardig. Tegen de gelaten. Want zo volgeling van Paulus waren ze helemaal niet. Ja, helemaal niet. En nou zegt hij, ik vertrouw van jullie dat jullie het wel zullen gevoelen. Wat ik zeg nu. Maar hij zegt er iets bij, en dat is zo belangrijk, in de Heere. Daar gaat het om. Hij zegt het een paar keer in de Bijbel. Ik vertrouw van u in de Heere. Alleen in de Heere, laat ik zo zeggen.
Hij stelt zijn vertrouwen in de Heer, dat de gelaten, als ze het gevoel hebben en ze vertrouwen op de Heer, dat geldt voor ons ook, binnen de Heer is er geen ruimte voor andere dingen, voor andere leerlingen. Het is onmogelijk gewoon. Er is geen ruimte voor. Als je zegt, ik vertrouw van u dat gij niet anders zult gevoelen, dan zeg je, nou ja jongens, jullie zijn zo verstandig, jullie zullen nu wel naar me luisteren. Ja, dat is op eigen kracht, maar zo werkt het gewoon niet. We moeten altijd terug naar het woord. En daar zegt Paulus, in de Heer, ja, dan vertrouw ik van u. Dat betekent gehoorzaamheid aan het woord. Als jullie dat doen, jullie luisteren goed naar mij. Ja, ik word ook wel eens vermaand. Vind ik ook niet altijd leuk. Niemand vindt het leuk om vermaand te worden. Ik niet hoor, helemaal niet. In je eigen huwelijk ook niet. Als je een vinger op de zere plek is er geld van de flauwekul, is de reactie. En dan ben ik het niet mee eens, maar later denk je, ja, ze hebben eigenlijk toch wel gelijk. Dat moet je toegeven, ja. En dan is het weer goed. Maar dat is met geestelijke vermaning ook. Dat is nog veel erger, want dan heb je natuurlijk ook nog eens een keer de geestelijke strijd die erbij komt. Nou, en dan, ja, dan moet je echt terug naar het woord. Ja, en dan, als je ziet, ja, en het is een overeenstemming met het woord, dan moet je gewoon buigen. Ja, en dat is nou dat, ik vertrouw u in de Heer. En dan zie ik dat binnen dat woord van de apostel Paulus, dan heb ik geen ruimte om de andere kant op te gaan. Want ik zie, het klopt wat er staat. En dat is het vertrouwen in de Heer. En dat is ook, ja, de zachtmoedigheid die wij moeten hebben, ja, om te buigen voor het woord. Ja, laat ik mij dat gezeggen. En dat, zegt Paulus, in de Heere, dan heb ik dat vertrouwen dat jullie inderdaad ook naar mij zullen luisteren. En dat, daar draait het punt. Want het is de Heere die jullie, die het zal doen. Kijk even bij mij in Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen 2. Daar staat het ook. Niet exact hoor, maar Tweede Thessalonicenzen 2 vers 15. Daar zegt hij: zo dan broeders, Tweede Thessalonicenzen 2 vers 15, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze zendbrief. Dat is mooi hè, de inzettingen die u geleerd zijn door Paulus, door ons woord, dus wat hij tegen ze gesproken heeft, en door onze zendbrief. En onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertroosten uw harten en versterken u in alle goed woord en werk. Dus in de Heer, ja, dan vertroost u onze harten. Hij versterkt u, en vertroost is trouwens ook bemoedigen, ja, dat is vertroosten. Hij versterkt u in alle goed woord en werk. En dat is het in de Heere zijn. Ja, want dat heb je nodig, dat je hart vertroost wordt. Als we gaan evangeliseren bijvoorbeeld, ik heb altijd iets van, nou ja, ik wil het wel graag doen, maar ik heb eigenlijk liever dat niet te veel tekst ophangen, dat gewoon onopvallend moet ik gewoon eens een keer iemand zo, ja, kunnen aanspreken, ja. En niet dat de rest. Ik heb eigenlijk liefst dat iedereen, de gelovigen, die komen zo naar me toe. En degenen die me niet willen, die lopen gewoon door. Geen last. Ja, dat is niet de smaadheid van Christus willen dragen. Want daar komt het op neer gewoon. Want waarom zijn die gaan even realiseren om dat blijde de boodschap bekend te maken? Ja? Ja, dat is gewoon, je voelt de smaadheid van Christus in het openbaar. Als je daar gaat staan. Ja? Dus, ja, dan heb je gewoon. Maar ja, goed, de liefde van Christus dringt mij om toch het evangelie aan de mensen bekend te maken. En dat is natuurlijk zo fijn. Ja. Hier heb je geen vrijmoedigheid nodig. Met de broeders en zusters. Vroeger. Toen mijn Dof dat die zei. Nou jongen, nou ga Jan, ja, nou ga jij een keer een preek doen. Nou joh, ik kon er echt niet van slapen. En ook voor een keer een bijbelstudie voorbereiden. Toen heb ik echt gezegd. Ik zie me nog komen in Nieuwegein soms hoor. Ik zeg, Dof, ik doe het niet hoor. Nee joh, het kan niet. En allerlei smoezen. En nee. Ik was gewoon bang, ja. Ik zeg, ik heb geen vrijmoedigheid. Nou, dat is onzin. Met broeders en zussen heb je toch geen vrijmoedigheid nodig om over de Heer te praten? Nee, dat klopt. Vrijmoedigheid heb je nodig bij de mensen die de Heer niet kennen. Ja? Om het kruis bekend te maken. Waar jij last van hebt, is gewoon, je bent gewoon zenuwachtig, je bent gewoon bang. Je bent bang om te falen. Nee, klopt.
perfectionisme is geen ruimte voor in deze boodschap van genade. Juist niet. Onder de wet is perfectionisme, ja, dan moet je perfect zijn. Onder genade niet. Tuurlijk niet, je mag een foutje maken. En ik geloof wat ik vertel. En als ik ernaast zit, nou goed, zitten broeders, iedereen op de Bijbel. Dan hoor ik dat wel. Ja? Dus, maar goed, dus je hebt nodig de vertroosting van je hart. Je hebt de versterking nodig. In alle goed woord en werk. Dat zijn de drie elementen die we nodig hebben. Nou, en dan moet je de Bijbel lezen. Lezen, bidden en keuzes maken. Ook heel belangrijk. Dus ga het met mij terug naar Galaten. En Galaten 5 vers 10. Dus dat hij vertrouwt in de Heer dat zij niet anders zullen gevoelen. Eigenlijk staat aan. Je hebt geen excuus in de Heer. Dat je kan zeggen laten. Het was te moeilijk voor me. Ik begreep het niet. En dit en dat. En daarom heb ik het verlaten. Daarom ben ik toch maar in de kerk gebleven. Of daarom ben ik toch nog met Matthäus. Ja, ik ben toch. Ik wil gewoon de Heer Jezus volgen. Ik heb nooit anders gehoord. Komt opeens dit. Nou, dat kan ik allemaal niet bevatten. Ja? Er is geen excuus. Want evangelie is eenvoudig. Maar het wordt vaak moeilijk gemaakt. Maar de boodschap van genade, dat vind ik ook zo'n bemoediging. Het is voor iedereen. Iedereen kan het begrijpen. Tuurlijk, niet in één klap. Ik ben nou 89, 12 jaar in de Heere. Oké, je weet nu, 12 jaar daarna, weet je alweer veel meer als in het begin. En over 12 jaar, mits ik in het geloof bezig blijf, ja, dan hoort dat ook zo te gaan en dan weet je weer meer. En dan word je, dat is je dagelijks leven, het groeien in het geloof op naar de volmaaktheid, naar de volwassenheid in het geloof. Dat is de bedoeling. Dus het is onmogelijk in de Here dat je zegt dat je het laatste excuus hebt van ja, nou goed, daarom ben ik weggebleven. En we kennen helaas de voorbeelden, ja. Helaas pas Isaac het Sietske, ja, maar daarvoor ook velen. En toch kan je nu zeggen, ik vertrouw in de Here dat ze zich zullen bekeren. Ik vertrouw in de Here dat ze zich toch anders zullen gaan voelen, dat ze toch gaan zien in de Here, ja. Dan vertrouw ik erop. Maar als ze gewoon zegt, nou, ik vertrouw dat ze wel een keertje een stand zullen gebruiken. En, nee, dan niet. We gaan verder met vers 11. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd. Ja, als ik nog de besnijdenis predik. Als ik nog de doop predik. Hè, maken we dat er maar van. Want ja, hier hebben we geen last van dat je besneden moet worden. Gelukkig niet, zou ik zeggen. Hè? Ik word liever gedoopt als besneden als ik toch geloof kom. Maar ja, dat is natuurlijk de ergernis van het kruis wordt al vernietigd. Het is natuurlijk een gruwel in de ogen van een Jood dat een vervloekte, want dat is een kruis, iemand die aan het kruis hangt, is een vervloekte voor God. Staat in het Oude Testament, die aan paal hangt, is vervloekt. Dat wij daardoor onze rechtvaardigheid kunnen krijgen. Dus wat is het? Voor de Grieken is het een dwaasheid. Ja? En voor de Joden is het een ergernis. Een dwaasheid en een ergernis. En het is inderdaad ook iets wat wij ja, met ons verstand nooit bedacht zouden hebben. En daarom is het een dwaasheid voor de mensen. Waarom word ik dan nog vervolgd, zegt Paulus? Als ik dat dan zou prediken? Nee, inderdaad. Hij verkondigt nog steeds juist. Het is uitgenaamd door het geloof alleen. Geen besnijdenis, geen doop en daardoor ook geen vergeving. Ja? Je ziet ook dat Paulus wordt dus vervolgd, juist vanwege die prediking. Want daar zit er natuurlijk de ergernis. Als we dat een beetje weglaten, tegenwoordig zeggen we dus niet meer water bij de wijn, want ja, het is water bij water in Nederland.
Ja, omdat de prediking is ook, je ziet het op de radio, tv. Je moet goed kijken en luisteren, wil je nog wat over het kruis horen, ja? Dus het is al water de water. Nou, wat doen we dan? Worden wij dan als Petrus of als Paulus? Wat heeft Petrus? Ja, kijk maar in Gelaten 2 vers 10, 11. Nou, dat stukje ga ik eigenlijk niet lezen, maar je kent het. Berisping van Petrus, ja. Die trok zich terug, toen kwam Jacobus. Petrus had al genoeg gehoord van de boodschap van genade. En die zat heerlijk met de heidenen en die had een gemeenschap met hun. En dan komt Jacobus, een aanhanger van de wet toch nog. En hij, uit angst, kiest hij de kant van Jacobus. Maar wat doet hij ook? Tegen Paulus. Ja? Zo is de keus die we maken in ons dagelijks leven. Het is of Petrus, wat hij verkondigt, of Paulus. En kies je voor de boodschap die Paulus verkondigt, dan heb je de vervolging. En kies je de boodschap die Petrus predikt, dan heb je geen vervolging. Want kijk maar, je ziet ook, het is ook verplaatst. Hè? Want Petrus heeft ook voor de waarheid gestaan. Petrus heeft ook gevangen gezeten een paar keer. Hij werd ook vervolgd. De Joden, de gemeente Jeruzalem is ook verstrooid. Naar overal buiten Jeruzalem. Ze werden vervolgd. Paulus was de aanvoerder daarvan. Maar als je verder in Handelingen leest, dan zie je dat Paulus gaat later terug naar Jeruzalem. En de hele gemeente zat bij elkaar. Niks aan de hand. Ze werden in het rust gelaten. Helemaal geen last. Terwijl daarvoor Herodes, die liet Jacobus onthoofden. Ja, ze werden echt zwaar vervolgd. En op een gegeven moment is het over, want ze komen terug en ze houden gewoon. En laten ze je ook verderop in handelingen. Dan komt Paulus weer in Jeruzalem, dan zit hij bij Jacobus. En het is allemaal niks aan de hand. Nee, omdat de vervolging, je ziet nou, die is niet meer daar. Maar die gaat nu, die is richting Paulus nu. Dus Petrus en de zijnen worden met rust gelaten. En nu is het heel duidelijk dat de vervolging, Satan, heeft zijn pijlen nu niet meer daarop gericht. Maar hij heeft nu gericht op datgene wat Paulus verkondigt. Nou ja, en wordt Christus vervolgd, dat weten we, worden wij vervolgd. Paulus werd vervolgd. Christus werd vervolgd. En zo zullen wij ook die overblijfselen van de verdrukkingen die van Christus zijn. Ja, namelijk de verkondiging van de boodschap van genade. Christus zelf. Ja, die zullen wij, die verdrukkingen, daar ontkom je gewoon niet aan als je hier achter mij staat. Als je het geloof wil behouden en de loop wil eindigen en goed wil blijven lopen. Dan... Ja, je kiest niet graag voor de verdrukking, maar je kiest ook niet voor de verdrukking. Je kiest voor de waarheid. Ja? En blijf je in de waarheid staan, dan zal je ook de zegeningen, geestelijke zegeningen in je persoonlijk leven ook ervaren. Ja? Oké, en de verdrukking hoort erbij. Maar God geeft altijd weer, het zijn menselijke verdrukkingen. Ja? Dus hij geeft je de kracht, niet dat die verdrukking weggaan, maar om ze te kunnen verdragen. Absoluut. Maar het heeft alles te maken met geloof. Geloof je ook wat er staat? En doet hij het ook? We hebben allemaal onze problemen, allemaal dingen waar je tegenaan loopt die bij ons passen. En waar je vanaf wil. Je zegt, ja, dit klopt niet. En ik word bedroefd ervan. Ja, ik, de Heilige Geest, word bedroefd in mij. Ja? Want mijn, ik, ja, ik verheug me in de zonde, mijn zondige natuur. Die vind ik helemaal geen enkel probleem. Vroeger had ik er nooit probleem mee. Maar nu merk je van, hé, dat betekent dat de Heilige Geest wordt in mij bedroefd. En dat ervaar je ook. En je merkt gewoon, als je echt de keus maakt, in het geloof, zeg je, nee, ik wil het niet meer. Ja, heren, ik wil het niet meer, kom mij te hulp, want ik kan het niet. En doet hij het ook. God is getrouw die het ook doen zal. Maar dat is net het punt waar het op een beetje blijft haperen. Wij willen dat vaak niet altijd. Wij willen bepaalde dingen gewoon toch nog wel eigenlijk een beetje koesteren. Zo zit dat gewoon. Maar als je echt met het woord bezig bent en de Heilige Geest getuigt in onze geest, dan loop je daar toch tegenaan. En dan, ja, dan blijf je, ja, een beetje schipperen misschien, zo en zo. Of je maakt echt de keus. Pats, nee, ik wil het niet. Nooit meer. Mijn hele leven niet meer. Ik wil er echt vanaf. Moet je eens opletten. Dan gebeurt het ook. Dat is een wonderbare kracht die God je geeft. In je leven hoor. En dan verandert hij absoluut van binnenuit. Zodat je dat weet te overwinnen. Maar dat moet je geloven. En de keuze maken. En je wil. Je moet het willen.
Niet dat jij het dan doet. Maar als jij zegt, ja, ik wil het ook. Dan plaats je je gehoorzaam onder hem. Omdat het staat in zijn woord. Alleen, ja goed, hij geeft jou de kracht wel. Dat kan jij toch niet. Dan zit je nog onder de wet. Dan zal ik het dan weer doen. Nou ja, dan weten we allemaal wat er gebeurt. Ja, dan gaat het fout. Oké, we gaan naar Galaten 2. We zaten nog in 10. Ja. Dus dan is de ergernis... Hoe laat zit dat? Van het kruis is zelfs vernietigd. Het wordt totaal geëlimineerd. Ja? Het kruis wordt zeg maar tot een... De NBG heeft het aangezegd tot een holle klank gemaakt. En wat staat er bij ons? Het kruis in Galaten 1 vers... Nee, 2. Waar zegt hij nou ook weer? Het zegt hij in 1 Korinthe, ja. Laten we even naar 1 Korinthe gaan. 1 Korinthe 1 vers... Ja, vers 17. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Het evangelie te verkondigen. Wat moeten wij doen in ons leven eigenlijk? Ja, moeten. Ja. Maar dat we het evangelie verkondigen. En niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Dat heb je het ook weer gezien. Het kruis van Christus wordt verijdeld. Het wordt gewoon ijdel gemaakt. En dat zie je hand over hand. Ja? Ook zoiets van, ja, je moet jezelf aan de Here geven. Dat is ook zo'n vage term. Wat je ook met, vroeger keek nog als God verandert mensen. Nou, ik heb het al allemaal niet meer gezien, ik kijk het niet meer. Want ik hoor dat helemaal niet meer. Ja, of ja, God die kwam in mijn leven. Dat soort vage dingen. Maar het is niet genoeg. Ja? Je moet het kruis horen, ja? En ja, ik heb mij aan de Here gegeven. Nou, de Here heeft zichzelf in plaats van ons gegeven, ja? En jij moet het gewoon aannemen in het geloof. En niet je leven aan de Here geven. Dat, ja, dat kan van alles zijn. Ik ken heel veel mensen die kunnen heel goede dingen doen. Veel beter dan ik. Want gisteren hebben kennis van ons verhuisd. Naar Leeuwarden. Dus ik ben naar Leeuwarden heen en weer gereden. De hele dag bezig. Dozen sjouwen. Nou, Paul en ik waren de enige gelovigen in het hele stel. Maar die vrouw heeft ontzettend veel nadigheid meegemaakt. Man gescheiden. Die blijkt homofiel te zijn. En die heeft dan weer met nog een man woont. En die heeft al 2 kinderen afgepikt. Ze heeft 4 kinderen. Drama, echt waar. Dus het noodsprong om daar naartoe te verhuizen. Zij geholpen. Nou ja, denk ja, goed... Die kinderen zijn vrienden van onze dochtertjes. En daar hebben ze ook haar veel geholpen. En in praktische zin ook veel geholpen. En ook vooral Paul ermee gepraat en zo. En mijn dochter die heeft bij ons, de laatste avond als ze wegging, zat ze nog bij ons op de Bijbelstudie. Gedeeltelijk dan. En een Bijbeltje gegeven en over het evangelie gepraat. Goed, wat je zaait, ja? Je zaait het. En hopelijk... Ooit zullen ze dat, zal het een keertje tevoorschijn komen. En dat ze daaraan denkt en dat ze die Bijbel pakt. Maar goed, ja, je wil toch als gelovige, ja, ook de... Het gaat om het geloof, maar ook de praktische kant ervan, ja. Dat we het ook doen wat we geloven. Maar uiteindelijk komen we natuurlijk toch niet op geloof, doordat ik ben gaan verhuizen. He, dat is gewoon niet zo, dat is alleen... Door de Bijbel. En dan zie je al die mensen, allemaal kennissen en allemaal helpen. Dus als je zo op het eerste gezicht kijkt, we staan naast elkaar, dan zijn we allemaal hetzelfde. En die een die sjouwde nog veel harder dan ik. En die was eigenlijk nog veel heel erg vrolijk en geintjes maken. En hartstikke leuk. En ik een beetje wat rustig en ook meesjouwen. Ja? En ik, ja, nee, daar zullen ze nooit op. Dat is het gewoon, dat is het niet. Ja? Het is alleen de boodschap die de mensen kan overtuigen. Goed, we gaan voor naar vers 12. Ja, en dan zegt Paulus een beetje een vreemde opmerking. Paulus was op dat punt niet preuts. Ik vond het wel mooi, want pas hadden wij Bijbelstudies thuis en daar zat David ook bij. En toen ging het over de vleeswording van de Heer Jezus Christus. Ik zeg, dat kan je alleen van de Heer Jezus zeggen, weet je dat? Dat hij is vlees geworden. Kan je voor ons niet zeggen. Ik zei, waarom niet? Ja. Ik zei, wanneer ben jij begonnen te bestaan? Ja, hoe moet dat nou zeggen? Ja, dat je... Ik zeg, nou zeg het in Bijbelse taal.
geen probleem. Hij zei, oh ja, toen mijn vader en mijn moeder elkaar bekenden. Nou, keurig. Ik kan het morgen zeggen, hè? Of dat ze een gemeenschap hadden. Dus ja, dus op, dat betekent natuurlijk de bevruchting, hè, dat het zaad bij het eitje komt. En dan is er een mens. Maar dat is pas het begin. Het is niet de vleeswording van iets wat al bestond. De Heer Jezus Christus was er altijd al, ja? En daarom kan je zeggen, de vleeswording. Dat geldt voor ons niet. Dus daar ook, Paulus, wij zijn soms wel eens een beetje, ja, dat je zegt, maar als je het in Bijbelse taal zegt, nou, dan zeg je het altijd op een goede manier. Ja? En Paulus zegt ook, of zij ook afgesneden wierden die onrustig waren. Hij zegt, nou, als ze zich laten besnijden, laten ze dan alles er maar afsnijden. Ja? Dat zegt hij in feite, ons mannen. Weet je waarom? In het Oude Testament zegt ook de Bijbel, dat, in Deuteronomium 23 vers 1 dacht ik dat het was, dat degenen die ontmand zijn, die hadden geen toegang tot de gemeente van God. Helemaal niet. Nou, hij zegt ook, ja, door de besnijdenis. Ja, jongens, dat heeft helemaal niks, helemaal geen enkele zin. Het is juist, dat staat eigenlijk haaks tegenover het evangelie wat ik jullie verkondig. Daar krijg je geen deel mee. Daar krijg je geen eeuwig leven door. Daar sta je niet recht mee met God. Daar kom je niet mee in de gemeente van God. Dus ja, als je dat doet, nou, snijd er helemaal maar af. Je hebt toch geen deel. Klaar. En juist de gelaten konden begrijpen wat hij bedoelde. Want ik las daar ook over dat er waren daar ook heidense priesters. En die deden dan, je weet dat gaat met allerlei gedoe. En op een gegeven moment in de vorm van extase, dan sneden ze dat er gewoon af. En waarvoor ze dachten dan ook een goede daad voor God gedaan te hebben. Weet je wel? Nou, en dat is eigenlijk tenminste precies hetzelfde. Hij zei, jullie zijn eigenlijk net zoals die heidenen. Net zoals die lui die dat daar doen. Nee jongens, het is alleen uit genade. En als het uit de werk is, is het geen genade meer. Ja? Het is niet dit of dat. Nee, het is puur, louter alleen genade. En besnijdenis, hij zegt ook ergens, besneden of niet besneden, het maakt allemaal niks uit. Maar, nee, inderdaad, of je nou bent of niet, er zit geen kracht in, helemaal niet. De kracht zit alleen, ja, hoe zegt hij nou, de kracht zit, kijk, in vers 15. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. Alleen een nieuw schepsel. En de rest? Dus als het op aankomt, zegt heel duidelijk, moest luisteren. Nee. Met ons ook? Beetje doop of niet? Nee. We zijn gedoopt in de dood van Christus. Klaar. Dus als iemand vraagt, ja, moet ik nou ook gedoopt worden? Nou, dan zal ik het in alle liefde vertellen. Ik zeg, nee, helemaal niet. Ik bedoel, Christus heeft alles voor ons volbracht. En ja, jij bent in zijn dood gedoopt als je hem hebt aangenomen. Klaar. Dus, wat zegt Paulus? Als je laat lopen, ja, al ga je helemaal kopje onder, het zal je geen nut doen. Maar, ik zeg er ook bij, je bent ook ongehoorzaam aan het woord van God. Klaar. Want het staat duidelijk dat wij zijn door één geest gedoopt tot één lichaam. En dat is onze doop. Dus als je mij vraagt, ja, moet dan gedoopt worden? Ik zeg, nee, je moet helemaal niet gedoopt worden. Want het is haaks op wat wij geloven. Het is ongehoorzaamheid. Want wij zijn aan het Christus besneden, met de besnijding zonder handen geschied. En automatisch daarop volgend ook gedoopt met de doop in zijn dood. En dat is de boodschap voor vandaag. Dus, en in vers 13 ook, want gij zijt tot vrijheid geroepen. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot de oorzaak voor het vlees, maar dient ook elkander de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. Dus we zijn vrij. We zijn tot vrijheid geroepen in Christus Jezus onze Heer. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. En dan gaat hij later ook praten over wandelen in de geest. Zodat we de begeerlijkheden van het vlees niet zullen doen en wezen. Zullen overwinnen. Want dat is de wil van God. Ons heilig maken. Ja? Niet om behouden te worden of om behouden te blijven, maar om tot eer en glorie van God te leven.
zodat wij hem weerspiegelen. Inderdaad, in onze praktische, in ons dagelijks leven, dat als iemand hoort, je bent gelovig, zeg ik tegen mijn kinderen ook altijd, ja, ze gaan door jou niet geloven als je heel netjes gedraagt. Maar als jij altijd staat te praten over de Heer en je getuigt, en dat doet David op school ook wel, ik zeg, maar ja, je gaat op een gegeven moment, je wordt in de gaten gehouden, ja, want we zijn een schouwspel van engelen, zegt hij, en de mensen, en de wereld. Dus je denkt soms, ze houden me niet in de gaten, maar bij ons de hele straat weet dat wij geloven. Ja, ze horen ook dat zingen. De Jochem zegt altijd niet zo hard zingen, want dan horen de buren. De buren horen het. Ja, die horen het gewoon. En dat zijn allemaal ongelovigen. Ze zijn allemaal met heel andere dingen bezig. Maar goed, ze weten het. En toch, het lijkt net of ze het allemaal niks doet, ja. Maar met de buurman heb ik een tijd geleden hebben we samen de tuin gedaan. En de buurman zei, nou Jan, dat doen we zonder rekening. Ik zeg, nou ik dacht het niet. Dus ik heb gewoon met BTW betaald. En hij zonder BTW. Ja, al bij één tuinman, die heeft samen de tuin, bij dezelfde tuin gedaan. Nou, ik heb BTW betaald, hij niet. Ja. Maar weet je, als ik het niet gedaan had. Ja, kijk, dan hebben ze, kijk, ja, ja, mooi praatje, ja. Echt zo'n christen, ja, op zondag netjes in de kerk. Maar maandag moet je ze geen hand geven, want dan moet je wel je vingers gaan tellen. Ja, dat soort praatjes kan niet. Dus in die zin, er wordt op je gelet en naar gekeken. Zullen we eindigen in gebed? Ja, Vader in hemel, wil u danken voor deze rijke boodschap van genade. We zijn inderdaad in vrijheid geroepen en alles is volbracht in de Heer Jezus Christus. En dat is heerlijk om te weten. We moeten het ook weten. Want Paulus zegt ook zo vaak, weet gij niet. Hij wil dat wij de dingen weten. En het is zo belangrijk dat we uw woord bestuderen. En maar dat het ook in de praktijk gebracht wordt. En u geeft ons de kracht daarvoor. En de geest die in ons woont, Vader, die maakt ons dingen duidelijk. En die getuigt ook in ons. En die leert ons. En die geeft ons kracht. Vader, daar zijn we heel dankbaar voor. Vader, ik bid ook dat dit ook in ons dagelijks leven echt een vaste plek mag hebben in ons hart. En dat onze gedachten ook echt met u zullen zijn. Dat we daardoor ook, want daar begint toch alles. Dat onze gedachten zullen worden veranderd. Dat ons gemoed wordt vernieuwd. Van dag tot dag, Vader. En zo zullen wij dan ook tot uw eer en glorie leven. Dat willen we allemaal vragen en danken in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.